Dag iedereen, ik ben Loïc en ik maak video's over koken hier in mijn studio, een oud café dat ik een beetje aan het oplappen ben. Dank jullie wel om te kijken, dat doet me echt heel veel plezier. Maar vandaag is het echt de moeite dat je het filmpje tot einde bekijkt, want ik maak een gerecht vol smaak, hartverwarmend, vers gekookt. Het lijkt moeilijk, maar het is eigenlijk heel gemakkelijk. Het is vooral super lekker. Het gerecht dat ik ga maken heet pho. Een van de nationale gerechten uit Vietnam, een heerlijk soepje met rijstnoedels. En je hebt twee soorten, je hebt pho met rundvlees, maar ik maak vandaag pho ga. Dat wil zeggen pho, maar dan met kip. En het is eigenlijk de kippensoep van Vietnam, zoals wij onze Belgische kippensoep hebben. Hebben zij dat daar natuurlijk ook. Het allereerste dat moet gebeuren zijn twee ajuinen en een flink stuk gember even overlangs snijden en grillen, zodat die mooi aankleuren van boven. Dat gaat een extra diepe smaak aan de bouillon geven. Wie kippenbouillon zegt, zegt smaak. En dat ga ik toevoegen in de vorm van twee specerijen, korianderzaad en anijszaad. Sommigen doen het met steranijs, dat is ook goed, maar ik gebruik liever anijszaad. En die ga ik gewoon even roosteren op een middelmatig vuur, totdat ze zo een lekkere getooste geur hebben. En als ze zo beginnen dansen in de pan, dan zijn ze perfect. Zoals ik al zei, is het kippenbouillon en het allerbelangrijkste, ik kan het niet genoeg benadrukken, is een kip van goede kwaliteit. Ik heb hier een biologische kip gekocht. Kost ietsje meer, maar het is echt wel de moeite om daarin te investeren, want uiteindelijk gaat uw bouillon al die smaak uit die kip trekken. En als je een slechte kip gebruikt van begin, gaat uw bouillon redelijk gewoon minder goed zijn. Dus koop een deftige kip. En ik ga twee inkepingen doen langs de rug om de filets al voortijdig los te maken. Dat wordt straks wel duidelijk waarom ik dat doe. Ik heb al een grote pot met water, ongeveer 3 liter, op het vuur gezet en daar mag de kip ingaan. Daarna gaan de aromaten erbij. De geroosterde de ajuinen, de geroosterde de gember, een flinke snuif zout en dan het getooste koriander en anijszaad. Maar dat ga ik wel in zo'n zeefje doen, zodat al die zaden niet overal in je bouillon terechtkomen. Maar zo kunnen ze achteraf heel makkelijk eruit halen. En als laatste 3 takjes citroengras, dat ik zo goed ga vriemelen, zodat alle aroma's er makkelijk uit kunnen komen. Deksel erover en dan 20 minuten laten sudderen op een middelmatig vuur. En je mocht ook om de paar minuten met een lepel de vuiligheid die naar boven komt eraf halen en het overtollige vet. Na 20 minuten zijn de kippenfilets al gaar, dus ik haal even de kip uit een bouillon. En dankzij die inkepingen kunnen we die filets heel makkelijk eraf halen en even aan de kant laten. De karkas mag dan terug in de bouillon en nog een uurtje, 2 uurtjes sudderen op een laag vuur, zodat alle smaken zich goed kunnen verspreiden en dat de kip super mals wordt. De soep is klaar, de kip is gaar, dus het vuur mag uit. En dan ga ik de kip even uit de pot halen en laten afkoelen, zodat je hem straks makkelijker kunt behandelen, het vlees er kunt afhalen zonder dat je je handen moet verbranden. De bouillon afgieten zodat alle garnituren eruit zijn. Daarna de bouillon op smaak brengen met een eetlepel vissaus en een klein beetje zout. Als laatste even de bouillon proeven. Heel lekker, de vettigheid van de kip zit er toch nog een beetje in, dat is goed. Toch nog een beetje zout extra. Het is een bouillon dat smaak moet hebben. Het moet niet een fletse soep zijn. Dus zeker geen schrik hebben om bij te kruiden, indien nodig. De noedels zijn bijna gaar, dus het is tijd om te dresseren. Ik ga de noedels straks even afgieten en spoelen onder koud stromend water. Anders kunnen ze misschien een beetje plakken. Noedels en kip van onder, de lekkere bouillon erover en dan afwerken met de garnituren dat je lekker vindt. Ik heb dus gekozen voor een beetje lente-ui en dan verse kruiden, koriander en munt. Ik gebruik munt, maar traditioneel wordt Thaise of Vietnamese basilicum gebruikt. Maar ik vind munt heel lekker, omdat dat ook een heel frisse smaak heeft. Fijn gesneden chilipeper en dan de filets die we daarvoor hebben uitgehaald. Even verbranden met een muzzenbrander, zodat je een lekker gebraden velletje krijgt. En als laatste om af te werken, limoen. De Vietnamese pho is klaar. Het duurt wel enkele uren om te maken, maar je kunt er met 4, 5, 6 van eten. Je kunt dat ook lang op voorhand klaarmaken. Dus zeker de moeite om zelf eens te proberen. En het is gewoon super lekker. Moest je op YouTube kijken, like, subscribe en klik op het belletje hierboven, zodat je op de hoogte bent van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. En als je op Facebook kijkt, dat is de andere platform waar ik mijn video's post. Als je op Facebook kijkt, tag iemand die graag kippensoep eet en deel het met al uw vrienden. En voilà, ik heb alles gezegd en nu heb ik echt goesting om te eten. Dus smakelijk eten iedereen en tot de volgende keer. En je moet slurpen, hè. Goed mengen ook. Oké. So nice. Verse bouillon. Always a winner. Salut.